Laten we het hebben over veiligheid in Maastricht. In je woning, in je buurt, in het verkeer en tijdens het uitgaan. Neem het zekere voor het onzekere. Zo te zien heb je de perfecte woning gevonden. Zijn er brandblussers aanwezig en doen de rookmelders het? Zijn de gangen leeg voor als er een vluchtweg nodig is? Zorg dat je je deuren en ramen sluit, zelfs als je maar een minuutje weggaat. Een woning met het prettig wonen keurmerk is sowieso veilig. Je hebt duidelijk een goede eerste indruk gemaakt op je nieuwe buren. Ze vinden je vast geweldig. Wederzijds respect zal ervoor zorgen dat ze dat ook echt vinden. Als je van plan bent om een feestje te geven, laat het ze dan weten. Hou rekening met het geluidsniveau. Je bent Tiësto niet. Zorg dat je weet waar je je fietsen en vuilniszakken moet plaatsen. Als er problemen zijn, probeer ze dan samen op te lossen. En als iets uit de hand loopt, neem dan contact op met de studentagent. Het lijkt erop dat je een fiets onder de knie hebt. Zorg ervoor dat je zichtbaar bent door fietsverlichting en geef verkeer van rechts voorrang. Let op bij het kopen van een nieuwe fiets. Een verdacht goedkope fiets is vaak gestolen. Je kunt het frame-nummer online controleren in het fietsdiefstalregister. Zo te zien schiet je al goed op bij dat verslag. Maar hoe gaat het met je vrienden? Zorg goed voor elkaar en behandel elkaar met respect. Je mag drinken vanaf je 18e, dus neem je idee mee. Ben je slachtoffer geweest van ongewenste intimiteiten of ongepast gedrag? Weet dat er altijd hulp is. Harddrugs zijn illegaal. Softdrugs kunnen gekocht worden in coffeeshops, maar je hebt wel je idee en een uittreksel van de gemeentelijke administratie nodig. Oh, trouwens, het alarmnummer is 112. Is er geen spoed? Bel dan 0900 8844. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Alle informatie uit deze video en meer vind je op mymaastricht.nl/safety.